De oorlog in Oekraïne staat voor een afslag. Rustig aandoen in de winter en onderhandelen of met een slimme militaire manoeuvre de Krim heroveren. Het is mogelijk, maar de afhankelijkheid van westerse militaire voorraden is groot voor de Oekraïners. Hoe sterk blijft de support? Bob Deen van Instituut Klingendaal. Bob, Oekraïne staat in het zuiden aan de Dnieper, hè, die brede rivier. En daarachter hebben de Russen zich ingegraven. Hoe nu verder wat jou betreft? Ja, de Oekraïners hebben nu ten eerste de keuze, gaan ze door met hun offensieven om meer land te bevrijden of gaan ze afwachten? Nou, het lijkt mij eerder dat ze door zullen gaan, dat hebben ze ook gezegd, omdat ze nu het momentum hebben en Rusland geen rust willen gunnen. En dan is de tweede grote vraag, waar gaan ze dat doen? Daar hebben ze ook verschillende mogelijkheden voor. De Krim is er één van, maar ze zouden ook in de Donbass en dan met name bij Luhansk kunnen aanvallen. Of bij Zaporizhzhia naar beneden en proberen die landbrug af te snijden die Rusland nodig heeft om bij de Krim te komen. Ja, als je zou moeten kiezen, en jij zit in het Oekraïnse bevelstructuur, die Krim, dat zou zo'n prestigeslag zijn. Als je die verliest, dan vreet dat in het hele Kremlin en in het hele zelfprestige van Rusland door. Ja, dat klopt. Dat was ook toen in 2014 Rusland dat Schiereiland illegaal annexeerde, was het juist een enorme boost van de populariteit van Poetin. Dat verhief hem eigenlijk van standaard Russische president naar historisch figuur in Rusland. Als hij het ook weer verliest, dan komt zijn positie echt onder druk te staan. Dat is nu nog niet helemaal het geval. Russen vinden de stad Kherson niet zo heel erg belangrijk in het binnenland. Maar de Krim is symbolisch van veel groter belang. Wat voor invloed heeft de winter? Het is niet onmogelijk om dan te vechten, wordt gezegd. Maar als je kijkt naar die beelden die af en toe op Twitter verschijnen van Russische dienstplichtigen in hun tentjes en zo, dan denk je van volgens mij is het bijna niet mogelijk in de winter om door te knokken. Nou, dat hangt vooral van je uitrusting af. Als je goede wintergear hebt als soldaat en je wordt ook goed aangestuurd en je krijgt genoeg ruimte om ook af en toe weer op te warmen, dan kan je prima doorvechten. Er zijn landen die daar heel veel ervaring mee hebben. Rusland en Oekraïne zijn wel twee van dat soort landen. Maar de uitrusting die die dienstplichtigen en die gemobiliseerden krijgen, dat is nog niet bepaald van het niveau dat je dat lang kan volhouden. Dus ik denk dat die winter eigenlijk een beetje in het voordeel van de Oekraïnse strijdkrachten gaat werken. Zij worden ook door het Westen gesteund daarin, krijgen veel goede uitrusting en hebben natuurlijk een hele hoge motivatie, moreel, om dat te doen. Maar de winter gaat wel in het nadeel van de Oekraïnse bevolking werken, vrees ik. En waarom is dat? Ja, je ziet dat Rusland heel fanatiek bezig is alle Oekraïnse energieinfrastructuur te beschadigen. Ze hebben nu ongeveer de helft al gesloopt. Dat betekent dat veel Oekraïners te maken krijgen met stroomuitval, geen verwarming, alleen maar koud water. En zelfs het hoofd van het Oekraïnse energiebedrijf DITEC heeft al Oekraïners opgeroepen. Misschien moeten jullie maar even weggaan om de druk op ons energiesysteem te verlagen. En dat is precies waar Rusland op hoopt. De weerstand van de Oekraïnse bevolking breken om zo... We proberen er toch nog wat uit te slepen, omdat ze het op het strijdveld niet meer zullen redden. Nee, en gaat die strategie succesvol zijn? Dat is nu dan de vraag. Ik denk wel dat er nog een aantal Oekraïners zullen moeten vluchten. Uit een aantal steden waar gewoon de stroomvoorziening niet meer op gang kan komen. En dat zal ook weer druk op ons uitoefenen in het Westen. Met name op landen als Polen, die al zoveel mensen hebben opgevangen. Maar als je zo ziet hoe strijdbaar de Oekraïnse bevolking is, hoe ze op allerlei manieren proberen toch verwarming en stroom te genereren. Ik denk niet dat zij druk op Zelensky zullen uitoefenen om te stoppen met vechten. Ze willen hun land gewoon terug en ze hebben daar echt het nodige lijden voor over. Maar Poetin gaat ze wel een hele zware winter proberen te bezorgen. Stel je voor dat de Oekraïners niet in staat zijn tot een grote gecoördineerde aanval, dan zullen ze het op lange afstand moeten doen, hè? Artillerie en die HIMARS-systemen. Maar dan moet je ook met een schuin oog naar de Amerikanen kijken, waar natuurlijk een soort van politieke wissel is geweest. Zijn de Amerikanen en wij, de Europese Unie, bereid om genoeg lange afstandsspul te blijven leveren? Nou, Biden heeft tot nu toe de grens een beetje getrokken bij die HIMARS-systemen van 80 kilometer. Omdat hij altijd bang was dat Oekraïne Russisch grondgebied, maar niet geannexeerd dergelijks, maar gewoon oorspronkelijk Russisch grondgebied zou gaan aanvallen. Maar ja, het vertrouwen tussen de Amerikanen en de Oekraïners is wel gegroeid. Oekraïne is voorzichtig omgegaan met de systemen die ze gekregen hebben. Hebben daarmee allerlei slimme precisieaanvallen uitgevoerd op logistiek. Maar zijn niet zomaar lukraak Russische steden gaan beschieten. Dus ik zie het niet als onwaarschijnlijk dat Biden op termijn die raketten wel zal gaan leveren. En dat Oekraïne dan nog preciezer, nog dieper achter de Russische linies hun logistiek kan ontregelen. En dat is precies wat je ze ziet doen. Opslagplaatsen, spoorverbindingen, maar ook commandostructuren. En daarmee hebben ze de Russen ook gedwongen zich uit Kherson terug te trekken. En ik denk dat ze die strategie toch wel zullen voortzetten. Ja, er worden nu ook explosies werden er gisteren gemeld bij die kerncentrales.
je krijgt natuurlijk een soort situatie dat wie legt de grootste druk bij een tegenstander? Hè? Als Oekraïne ooit dat gebied bevrijdt en dan ligt daar een kerncentrale in een meltdown, heb je ook een heel groot probleem. Hoeveel druk ligt er eigenlijk op Zelensky om over te gaan tot onderhandelingen? Ja, die druk op Zelensky die komt op dit moment niet zozeer van zijn eigen bevolking of van Rusland. Die komt van ons. En met name de uitspraken van die Amerikaanse generaal Milley. Die zei dat nu een goed window is voor Oekraïne om te gaan onderhandelen. Dat is vrij slecht gevallen in Kiev. Zelensky heeft altijd volgehouden dat is aan ons. En Biden heeft dat ook altijd bevestigd. Wij zullen Oekraïne niet dwingen te gaan onderhandelen. Maar in de praktijk worden er wel signalen afgegeven aan de Oekraïners van pas nou op dat er geen Oekraïne-moeheid ontstaat in het Westen. Dat je niet te lang doorvecht en op een gegeven moment onze steun verliest omdat je te koppig lijkt en niet tot besprekingen bereid bent. Nou ja, het antwoord van de Oekraïners daarop is helder. Sorry hoor, maar als wij nu gaan onderhandelen, dan geven we Rusland de pauze om zichzelf te gaan herpakken. En dat willen we niet. En tot nu toe lijkt het Westen daar nog steeds achter te staan. Dat het uiteindelijk aan Oekraïne is om te kiezen wanneer ze willen onderhandelen. Maar ja, hoe langer dit duurt, hoe duurder het wordt, hoe groter die druk op Oekraïne wordt om toch te gaan praten, denk ik. Ja, in de basis ben jij ook nog steeds Ruslanddeskundige. Ja. Het front blijft een beetje gesloten in Rusland. We hebben alleen die beelden van die talkshows waarin heel heftig gedebatteerd wordt. En die toon wordt wel steeds realistischer. Hoe lang kan het aan het thuisland van Rusland, denk jij, nog doorgaan? Ja, dat is nu de grote vraag. En Russische opiniepeilingen zijn niet geheel betrouwbaar in deze. Vaak zeggen Russen gewoon in peilingen een beetje wat er van ze verwacht wordt. Maar wat je wel ziet is allerlei protesten tegen met name die mobilisatie. Dat is in Rusland heel erg slecht gevallen. Poetin heeft toen ook een beetje moeten terugkrabbelen, die mobilisatie moeten stoppen. Er is nu veel angst in Rusland dat hij het na de winter weer zal hervatten. Dat betekende wel dat hij het verkeerd had ingeschat. De druk van onderop, op met name het apparaat, zullen we dan maar zeggen, niet op Poetin persoonlijk, groeide heel snel. De kritiek groeide heel snel. En hij heeft geprobeerd dat een beetje af te wentelen door verend mee te bewegen. Door een aantal van de hardliners hun zin te geven. Door die mobilisatie weer een beetje te stoppen. Ja, ik denk niet dat die positie lang houdbaar blijft als nederlaag op nederlaag zich stapelt. Dus de bereidheid van de Russen om zich helemaal dood te vechten voor Oekraïne is gewoon niet groot genoeg om dit op hele langere termijn vol te houden. En daarom zie je dus dit soort dingen dat Rusland zegt wij willen wel onderhandelen met die Oekraïners, maar Zelensky wil dat niet. En hij bereidt daarmee wel de geesten voor om uiteindelijk eens een keer te gaan praten en het misschien vanuit zijn oogpunt te bevriezen, dit conflict. Maar ja, wederom, dat is ook aan de Oekraïners of ze het willen bevriezen of niet. Bob Deen van Instituut Klingendaal, bedankt. Graag gedaan.